Onze gast vandaag is Jasper Dekker. En mijn naam is Rietje Barels. Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk is dit de huiskamer. De komende maand, de feestmaand, gaan er ongetwijfeld weer ongelooflijk veel mensen uit eten. Maar staan we dan wel eens bij stil hoeveel mensen er in een restaurant werken en wat hun specifieke functies zijn? Ik in ieder geval niet, maar gelukkig is Jasper Dekker hier en die gaat het ons vertellen. Welkom Jasper. Goedenavond. Wil je echt geloven van mij dat ik niet wist, dat ik verbaasd ben dat er zoveel functies in een restaurant zijn? Ik ga naar een restaurant en word bediend, dan houdt het voor mij mee op. Ja. Maar er gebeurt veel, hè? Ja, dat gaat niet vanzelf. Vind je het goed als ik wat opnoem? Is goed dan. Hou ik het bij het restaurant gedeeld, hè? De keuken is weer heel anders. Klopt. Ik heb een maître d'hôtel. In het Nederlands oberkelner. Ja. En daar staat als chef van de zaalbrigade organiseert hij de service bij de lunches en diners, recepties en banketten. Vangt de gasten op. Leidt ze naar hun tafel. Neemt bestellingen op. Zorgt voor de zaalbereidingen en helpt bij het voorsnijden. Hij stelt ook het dienstrooster op en verdeelt het bedieningsgeld en of de fooien. Hij behoort tot de staf en heeft inspraak in belangrijke beslissingen. Snap je nou dat ik denk een zaalbrigade? Waar komt nou een brigade? Wat bedoelen ze daarmee? Ja, een brigade zijn eigenlijk alle mensen die op dat moment werkzaam zijn tijdens het diner. Dus terwijl jij je eten krijgt of de andere gasten, zijn alle mensen die daar werkzaam zijn. Dat is de brigade. Het is een term uit de militaire dienst, een brigade, toch? Nou ja, officieel is het de bedieningsbrigade. Oh. Dus dan weet je uiteraard meteen dat hun voor de bediening zijn en niet voor iets anders. Oké, maar ik dacht ook, hij vangt de gasten op. Ik dacht dat je dus bij binnenkomst, dan is er een mevrouw of meneer, die helpt je uit je jas. Dat klopt. Dat kan, over het algemeen is dat ook de regel. En de oberkelner die ontvangt de gasten dan wanneer ze in het restaurant binnenkomen. Wanneer ze hun jas hebben afgegeven. En dan gaat hij vertellen, want veel mensen die hebben dan gereserveerd. En die moeten natuurlijk naar de goede tafel geleid worden. Of begeleid worden. En dat doet hij ook. Ja. Wauw. En hij neemt bestellingen op. Ik dacht dat alleen gewoon de ober. Ah, dat gebeurt ook hoor. Dat gebeurt in een echt heel groot restaurant, gaat de oberkelner geen bestelling meer opnemen. Die doet wel placeren, of er zijn ook mensen... Placeren? Placeren, iemand naar zijn tafel brengen. Oh ja. En dat heet placeren. En dan is er over het algemeen een tweede oberkelner en die neemt de bestelling op. Ja, oh. En die heb je ook. Het is maar afhankelijk van hoe groot is die brigade, dat je een eerste en een tweede en soms zelfs wel een derde oberkelner hebt. En maar dan heb jij het waarschijnlijk over heel gerenommeerde of Michelin restaurants. Nou ja, of zeg je daar ook niet eens? Het is natuurlijk maar wat voor naam degene eraan wil geven. Maar ook in kleinere restaurants heb je gewoon oberkelner, hoor. Degene die de leiding heeft is in wezen oberkelner. Oké. Maar hij verdeelt ook, en dat vind ik bijzonder, hij verdeelt het bedieningsgeld en of de fooien. Hoe gaat dat dan? Ik bedoel, gaat dat naar het aantal uren wat je gewerkt hebt? Gaat dat naar functie? Krijgt de jongste procentueel van zijn salaris? Of hoe werkt dat? Ja, er zijn een paar verschillende mogelijkheden. Het eerlijkste is natuurlijk als je het gewoon naar het aantal uren gaat verdelen dat mensen werkzaam zijn op dat rooster. Maar ja, restaurants en hotels, restaurants die je doen op de manier dat ze zeggen van nou ja, jij bent inderdaad wat lager in rang, dus dan ga je wat minder fooi krijgen. Dus ze doen het dan op basis van ervaring. Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dacht, als ik in een leuk restaurant ben, ik word ontzettend leuk bediend, een vrolijk iemand aan mijn tafel, aardig, behulpzaam, noem maar op, die geef ik een extra fooi. Maar daar heeft hij in feite, dus het wordt verdeeld. Het gaat niet naar hem. Ja, dat komt voort uit vroeger, hè, moet ik het uit mijn hoofd doen, maar tot de 60e jaren had je natuurlijk, was het bedieningsgeld, waren de prijzen exclusief bedieningsgeld. En dan stond er onder elke, die kan je ook nog wel vinden natuurlijk, zeker nu op internet, dan stond er ook onder op elke kaart, stond er exclusief 15% bedieningsgeld. Dus dan was het de bedoeling, net als dat in Amerika dat eigenlijk nog steeds is, dat je daar 15% bij telde en dat gaf je dan aan zeg maar jouw ober of jouw serveerster.
En dan daardoor deden die opens en die serveers natuurlijk heel veel hun best om zoveel mogelijk bedieningsgeld binnen te halen. En dat is gewoon gebleven, maar tegenwoordig wordt dat nergens in Nederland meer gehanteerd. En nu zie je ook, dat is met cao-onderhandelingen door de jaren heen zo gegroeid, nu staat er ook overal inclusief bedieningsgeld. Dus alles wat jij geeft is dus inderdaad gewoon echt extra. Ja, maar dat gaat dus blijkbaar in één pot. En niet wat ik dacht, die man die, of die vrouw die heeft de hele avond voor mij ontzettend haar best gedaan. Het is voor haar. Dat is er zijn wel bedrijven waar je met je eigen portemonnee werkt, zoals ze dat noemen. Maar ik denk niet meer dat er te veel zijn. Over het algemeen gaat het inderdaad in een pot en wordt het verdeeld. Of naar het aantal uren dat je gewerkt hebt, of naar je functie binnen zo'n bedrijf. Tweede oberkelner, dat zei je al, in grote zaken. Dan kan hij dus de eerste, de maître d'hôtel, vervangen? Ja, dat moet hij ook kunnen. Dat moet hij kunnen. Dus in feite is het dezelfde functie, zou je kunnen zeggen. Nou ja, klopt. En hij kan misschien opklimmen als die... Als diegene of van baan gaat veranderen of met pensioen gaat. De functie die ik het leukste vind, eerlijk gezegd. Snap je wel, hè? Je weet precies wat ik bedoel. De sommelier. Ja. Vind ik gewoon ontzettend leuk. Ik ook. Ja, ik vind het gewoon erg leuk. Maar daar staat bij dat het is een gespecialiseerde arbeidskracht, maar hij is niet aan een rang gebonden. Nee, hij valt er buiten, omdat hij gespecialiseerd is. Maar hij moet wel ontzettend veel werk, veel weten. Ja. Want hij verzorgt de bediening van de wijn, adviseert in harmonie met de gerechten, noteert bestellingen en serveert wijn en andere dranken. Ja, bestellingen die hij noteert, dat zijn dan eigenlijk natuurlijk de wijnbestellingen. Dat gebeurt natuurlijk ook niet in heel veel restaurants, dat je dus aan een aparte sommelier, maar in de betere en sowieso in de Michelin-zaken gebeurt dat natuurlijk regelmatig, dat je een sommelier in je tafel krijgt en die krijgt dan van de bedieningsbrigade door wat de gasten besteld hebben. En daar gaat hij dan een wijn bij zoeken en die gaat hij overleggen met de gasten van, nou, ik heb dit en dat voor u samengesteld, bent u daarmee eens? Dan kan er nog een aanpassing op plaatsvinden. En dan gaat hij de wijn uitserveren, laten keuren, proeven. Maar houdt hij dan bijvoorbeeld ook rekening met hetgeen de gasten bijvoorbeeld al aan de bar gedronken hebben? Kan hij bijvoorbeeld zeggen, krijgt hij dat door, dat hij zegt van nou hou er een beetje rekening mee, want meneer en mevrouw daar, die hebben toch al twee aperitiefs gedronken aan de, dus schenken wat lichtere wijn, of werkt dat zo niet? Nou ja, in eerste instantie denk ik wel dat het helemaal afgestemd wordt op het eten. Want je kan natuurlijk, als je ook al heb je een aperitiefje, bijvoorbeeld of iets wat zwaarders gedronken, kan je natuurlijk ook een glas water drinken. En daarmee reinig je toch behoorlijk je smaakpapillen. Ja, maar daar adviseert hij niet in. Hij zegt bijvoorbeeld niet van meneer, mevrouw, neem eerst een glas wijn. Of ze moeten meteen aan tafel komen zitten. En dat het echt van het begin af aan, dat ze al begeleiding krijgen. Nou, maar ik dacht eigenlijk meer van, stel dat hij... Je wilt toch ook geen half dronken mensen in je zaak hebben? Nee, klopt. Maar ik denk ook niet dat zal heus wel eens een keer gebeuren. Want dat gevaar ligt altijd op de loer. Maar dat gebeurt. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ja, misschien aan het einde van de avond wel eens dat iemand een beetje wankel is. Iets te veel heeft gedronken. Maar niet. Ik heb nog nooit aan het begin van het diner gehad. Nee. Alleen bij het aperitief al dat mensen echt beschonken aan tafel kwamen zitten. Oké. Een aantal weken terug hebben we hier een chevalier sabreur gehad. Champagneflessen. Een zwaard, klats, straf. Ja, dat stamt uit de tijd, kan ik me herinneren, dat vertelde die uit de tijd van Napoleon. Napoleon, ja. Wordt dat echt nog in restaurants gedaan? Nee. Met de feestdagen? Ja, nee, zo iemand moet je inhuren. Ik heb het in Nederland nog nooit gehoord. Ja, je kan hem thuis ook inhuren. Ja, je lukt moet hem inhuren. Toch? Ja, het is geweldig. Ik heb het ooit één keer in Frankrijk op een diner gezien, bij uitnodiging van een wijnhuis. Diegene deed dat ook. Maar het is echt een vak apart, hoor. Het kan ook heel makkelijk misgaan. Ja, en goed misgaan ook. Nee, dat geloof ik. Nou, hij vertelde ook, hij had 's middags nog even geoefend. En gelukkig ging het toen met dat een soort examen. Is het allemaal goed gegaan. Ja. Maar het was wel spannend. De meneer zat hier echt met alle decoraties. Hij was ontzettend trots. Ja, maar ik kan me voorstellen. Het heeft ook in een restaurant iets bijzonders, hè? Ja. Als jij een champagne bestelt en dan komt zo'n chabreur aan je tafel. Ja. Ja, dat natuurlijk. Maar ja, goed, je moet wel de ruimte hebben. Want zo'n man, die staat met zo'n lang zwaard, staat hij natuurlijk dat er vanaf te slaan. Dus ja, je moet wel uitkijken dat je niet het tafeltje daarna meteen iemand... Ja, maar dat gevaar loop je ook met een kurk gewoon, meteen, hè? Ja, oké. Maar met de zwaard is dat toch iets gevaarlijks. Ik heb ooit in Frankrijk aan een mooi diner gezeten. En er was er een die wilde die champagne en die kwam... dan ben je toch niet blij, hoor. Nee, er staat 2-3 bar op zo'n fles. Nou, dan ben je echt niet blij. Ja, daar word je niet vrolijk van. Het is alleen voor de omstanders, het is gênant, maar je moet wel lachen. Ja, dat snap ik. Het is wel heel gênant. Want Dus, maar
Hij houdt dus een sommelier, die kijkt dus naar dat wat je bestelt, maar er zitten aan tafel mensen die misschien verschillende gerechten bestellen. Ja, ja, dan moet hij een wijn bij vinden die zowel die, bij het een... Ja, ja, dat reist echt wel heel veel vakkennis. Ja, jij hebt die, dat is, toch? Ja, ja, ik heb hem wel, ja. Nou. Maar dan moet je veel bezig zijn met eten en drinken en smaak herkennen en ook in je hoofd weten welke smaak een bepaald gerecht voortbrengt, zeg maar. En daar een bepaalde wijn bij en veel proeven en echt gewoon proeven en daarna uitspugen en niet alles opdrinken, nee. Want dan ga je het ook niet redden. Nee. Maar dat is, ja, dat is gewoon, ja, dat is, het is gewoon een vak. Wordt ook aan tafel nog steeds, wordt dat nog wel gedaan, dat ze aan een van de heren het glas aanbieden om eerst te keuren? Ja, tuurlijk, dat moet ook. Ja. En waar keuren, waar, ik bedoel, ik denk, als ik zou moeten keuren, zou ik denken, nou ja, ik vind hem lekker of niet lekker, maar jullie, de sommelier ruikt die eerst nog aan de kurk? Nou ja, ja daar geloof ik zelf dus niet in, aan de kurk ruiken. Maar het verhaal gaat, ook als je op verschillende opleidingen, als die kurk heel muf ruikt, dan zou je wijn kurk kunnen hebben. Maar goed, dan denk ik, dan hoef ik niet eens aan die kurk te ruiken, dan ruik ik wel aan die wijn. Dus ik heb dat eigenlijk nooit gedaan, ik ruik echt alleen maar aan de wijn. Maar er zijn tegenwoordig, nou, over nadenken, er zijn toch ook steeds minder echte kurken? Nou ja, je hebt zijn die namaak, dat, ik weet niet wat voor spul dat is? Ja, dat is gewoon kunststof. Kunststof? Dat is goedkoper, omdat een kurkboom die heeft 30 jaar nodig om opnieuw weer kurk te krijgen. Nou ja, en op toen die nieuwe wijnlanden erbij kwamen, zoals Australië, Nieuw-Zeeland, Europa, Amerika. Toen hadden ze want veel van die bomen staan in Portugal, en die hadden gewoon geen kurk genoeg. En toen zijn ze dus een alternatief gaan bedenken en dat is een soort kunststofkurk. En je hebt natuurlijk in de lagere klasse, prijsklasses, heb je alleen maar schroefdoppen. Dus dan kan je wel heel interessant doen, maar die wijn die kan iemand nooit geen kurk meer hebben. Die hoef je dus ook niet voor te proeven. Nou ja, nee, maar is dan ga je dan... de charme van het nou ja, het draagt wel even bij. Ik doe het wel altijd, ik vind het altijd wel leuk. Maar ja, je kan ook iemand hebben die een wijn uitkiest en die dan gewoon zegt, ja, ik vind hem echt helemaal niet lekker. Het gebeurt wel zelden of nooit, maar ja, het kan wel. Ja, dat kan. We hebben een trancheur, dat is een voorsnijder. Die heeft ook geen functie, is ook niet aan een functie verbonden. Maar die moet alle versnijdingen doen aan tafel. Ja. En waar denk je dan aan? Wat voor vlees moet ik me dan indenken, voorstellen, wat voorgesneden moet worden aan tafel? Nou, bijvoorbeeld de Chateaubriand. Die is, kijk maar eens, als je een Chateaubriand ergens op een kaart ziet staan, dan zie je altijd dat er voor twee personen bij staat en dan krijg je hem in zijn geheel. Met de jus erbij en die kan je mooi in tranches waarom snijden. Waarom altijd in twee personen? Is dat omdat het beter bakken is? Omdat ja, ook. Omdat het riskant is dat het te gaar? Of klopt. En het is ook altijd mooi. Hè. Het heeft ook dat heeft een beetje te maken. Je kan ook een mooi groot stuk vlees presenteren aan je gasten. Ja, Chateaubriand, voor de goede verstaande, dat is een biefstuk. Een biefstuk, ja, biefstuk van de met Haag. Een garnituur. Ja. En jus. En jus. Ja, want die moet je daarna dan netjes overheen draperen. Krijg je er dan ook, waar gaat die jus dan, waar gebruik je die bij? Voor over je vlees. Is ja, maar dan krijg je de aardappelen dan? Je vangt ook, tijdens het snijden verlies je heel veel vleessappen. Ja. Net als dat je thuis hebt natuurlijk, als je een stukje vlees snijdt op je bord. Ja, ik woon alleen, dus ik heb niet van die stukken. En dan op je snijplank, daar zijn die geultjes voor, dat weten ook heel veel mensen niet. Maar dat is, om je vleessappen en je bloed op te vangen. Nou, dat hoor je in sauchère te schenken. En dan doe je dat weer over je vlees gebruiken. Leuk dat je want daar zitten je smaakstoffen in. Franse woorden gebruikt, het sauchère, het is een sauskom noemen wij het, hè, in Nederland. Dus nee, wij noemen het in of Nederland een jus-kommetje. In het Frans is jus een sapje, hè? Ja, klopt, ja, jus d'orange, hè. Ja, dus ja. Die noemen het. We hebben een chef de rang. Ja. En deze persoon die de bediening van één rang voor zijn rekening neemt, zal in een à la carte restaurant ongeveer een vijftal, vind ik veel hoor, een vijftal tafels voor zijn rekening nemen. Hij beheerst serveer- en versnijtechnieken en laat gerechten aankondigen en afhalen. Wat krijgen we nou? Nou ja, dat zie je niet zoveel meer, maar in wezen is een chef de rang, die krijgt een bepaalde wijk. En die wijk bestaat dan uit vijf tafels. En dat is zijn verantwoordelijkheid. En daar moet hij, hij mag dus naar een keuken lopen. En in de keuken, mag hij dus gerechten uitvragen. Hè? Want stel voor, jij neemt een hoofdgerecht, een voor- en een nagerecht. Dat moet je natuurlijk wel uitvragen in de keuken, want anders weet ik ook niet dat hij eraan moet beginnen. Maar wat bedoel je dan met een laat gerecht? Nou, annonceren staat er, aankondigen. Ja, dan kondig je aan in de keuken. Het staat er heel een beetje netjes opgeschreven. Dan annonceer je in de keuken. Dat je bijvoorbeeld zegt van voorgerechten of hoofdgerechten van tafel, ik noem maar wat, 12, nee. Die mogen mee. Nee joh, ik dacht... Laat gerechten aankondigen. Ik dacht dat hij dit in het restaurant... Ik denk dus, gaat hij in het restaurant aankondigen wat er geserveerd gaat worden? Nee, dat is in de keuken. Hij mag zelfstandig uitvragen. En ben je in een commiderang, dan mag je dat niet. Want dan heb je... Nee, je zit er nog één tussen.
Oh. Een chef de rang. Ja, en dan heb je de commis de rang. Een demi-chef de rang. Oh ja, ja, klopt. Een aankomend. Dat is waar. Ja, dat is een aankomend chef de rang en daaronder zit die commis de rang. Nou, die mag alleen dragen. En een demi-chef de rang mag denk ik ook nog niet aankondigen. Denk deze ik. Ligt tussen de rangkelder en ranghelper. Ja, dat is een commis. En wordt gecreëerd wanneer de betrokken persoon te jong... Dat is heel raar. Dit is iets, dat moet je maar echt uitleggen. Deze functie, een demi-chef de rang. Een aankomende rangkelder. Die functie ligt tussen een rangkelder en een ranghelper. En wordt gecreëerd wanneer de betrokken persoon te jong is. Of, nou komt het, wanneer het bedieningsgeld het toch niet toelaat. Ja. Wat krijgen we nou? Maar dit is wel van heel, dit is van heel vroeger. Dit is echt komt toch net van internet af? Ja, maar ja. Ik heb toch goed gezocht? Iedereen denkt dat alles wat op internet de waarheid is, maar dat is ook niet zo. Ja, het is wel een waarheid, maar dit is echt van heel vroeger. Vroeger werd natuurlijk het geld wat verdiend werd, werd ook gebruikt om functies, maar dan praat je een over... Een soort salaris heb je het ja, over. Ja, dan kon je ook inkopen in brigades, hè. En dan wist iemand bijvoorbeeld dat jij goed was. En dan moest je, daar komt ook het spreekwoord vandaan dat je geld mee moest brengen. Want waren er zoveel mensen die voor een bepaalde functie of in een bepaalde functie interesse hadden. Nou, en dan moest je gewoon geld meebrengen. En overtuig ze van je eigen kunnen natuurlijk. En bij een banketdienst treedt hij als een volwaardige rangkelner op. Ik denk, dat is ook niet aardig. Dus voor de ene is hij niet goed genoeg en mag hij niet. Nee, dat is maar een banket, dan is hij nou ja, daar sta je bij een banket sta je meestal bij. En bij een banket je is vanaf het nee, daar serveer je niet. Hè. Bij een banket, als jij aan een banket staat, dan ga je zelf halen. En een banket is dan eigenlijk alleen maar afruimen. Nou, ik heb toch ook eens gezien zeggen, dat degene die erachter stond... Ja, maar dat doet die transeur. Die, oh. doet, die doet natuurlijk dan snijden bijvoorbeeld aan een banket. Oh. Dat heet officieel een transeur. Tegenwoordig is het ook heel vaak gewoon de chef-kok of de sous-chef. Een commis de rang. Een rang helpen. Hij staat de rangkelner bij in de rang. Waar hij zorgt voor het aanpassen van bestek en garnituren. Dus dan denk ik, iemand bestelt iets anders. Dan moet hij het ene weghalen van bestek en iets anders in de plaats leggen. Is ja. dat? Nou ja, vroeger werd al het bestek, dus jij bestelde 6 gangen en dan heb ik ook nog wel gedaan en dan lag er zo een rij bestek naast je bord. Dat was in die tijd gewoon ook een beetje ja, een teken van klasse en luxe mm-hmm. en noem maar op. Ah, ja, toch wel. Tegenwoordig is het bijna ook in sterrenzaken de gewoonte, alleen het begingerecht, het voorgerecht wordt ingedekt en dan wordt continu wordt het bestek gewisseld. Ja, dat is net als met wijnglazen. In mijn tijd stonden er minimaal voor een viertje stonden er 14 of 4x4 is 16 glazen. Tjonge. Stonden er op tafel. En tegenwoordig wordt dat heel veel meer gewisseld. Ik wil deze toch in ieder geval nog noemen. Ik heb er nog 2, dus ik moet een beetje vlugger. Maar ik vind het zo'n mooi woord. Een commis débarrasseur. Ja. Dat geloof je toch niet? Wat een prachtige titel. Ja. Als je toch kunt vertellen thuis, ik ben commis débarrasseur. Dan ben je een afruimer, een afhaaljongen. Ja. Die komt niet verder dan het afruimen van de tafel. Dat is toch sneu? Ja, maar ja, dat was in die tijd zo. Nu kan je bijvoorbeeld tweede oberkelner zijn en dan moet je het zelf doen. Dat is allemaal al die functies die zijn door de jaren heen, omdat die brigades allemaal kleiner zijn geworden. Zijn allemaal naar elkaar toe getrokken, zeg maar. Ja, dan heb ik net in de aankondiging gezegd dat het zo leuk is als men op restaurant gaat, dat we al die functies, maar als ik van jou nou begrijp... Nee, je hebt nog wel functies. Kijk, de eerste 5, alleen die onderverdeling die ligt niet meer zo nauw bij elkaar. Een apprentie. Dat komt natuurlijk van apprenderen, leren. Nou, dat klopt dan, een leerjongen. Ja, dat is, nou ja, die heb je nog wel. Hè. Dat zouden we nu een stagiaire noemen of een leerling van het ROC. Ja, van het BBL heb je tegenwoordig. Je hebt... Vanuit waar ik werkte vroeger, daar had je heel veel leerlingen uit België, van Kokseide. Maar we hebben hier in Nederland Spirea. Ook hotelschools. Ja, nou ja, we hebben sowieso natuurlijk nog de middelbare en de hogere. Middelburg in ieder geval, toch? En hier toch ook, hè, in Middelharnis? Nee, Middelharnis zit geen, volgens mij. Oh, is dat dan Middelharnis? Oh nee, dat is een school, die geloof ik... Die heet, volgens mij heb je hier geen hotel. Ik weet, in Den Haag heb je een middelbare hotelschool. In Maastricht en Den Haag zitten sowieso een hogere hotelschool. En die zijn goed aangeschreven hoor, in Nederland. Maar zo'n apprentie, zo'n leerjongen, is dus een jongen onder leercontract. Ja. Die nauwelijks of niet de hotelschool heeft bezocht. Nee. En die zorgt voor de orde aan de dientafels en het office.
Ja, het office, dat is zeg maar het gedeelte. Het office, zeg ja, je. Ja. Alles is ja, in op zijn Frans. Zeggen we... Ja, goed, dat wordt een beetje verbazend, maar het is office, daar heb je gelijk in. Maar in de spreektaal, iedereen heeft het altijd over het office. En dat staat, dat is zeg maar de ruimte tussen waar je hebt de uitgifte, dus waar de gerechten vandaan komen. En dan heb je, ja, afhankelijk van hoe groot het bedrijf is, heb je een ruimte. Daar staan allemaal reservematerialen, borden, bestek, ja, oh, noem maar op. En dan ga je in het restaurant in. Maar dat heet het best office. Wat weten zo'n jongen? Ja, natuurlijk. Als jij hem vraagt van, ik heb onderbordjes voor de soep nodig, bijvoorbeeld. Dan kun je denken, ja, dat is niet zo belangrijk. Maar anders kun je ze niet meenemen. Dus dat is op zich wel belangrijk, want anders kan je ze niet transporteren. En krijgen nou die jongelui... Dan moet je wel weten welke bordjes die moet ja. pakken. Ja, maar krijgen nou die jongelui bijvoorbeeld ook, stel, wat is deze? Wordt dus gezegd, weinig of nauwelijks, die nauwelijks of niet de hotels al heeft bezocht. Kan zo iemand dan toch binnen een bedrijf doorgroeien? Ja. Dat ze zeggen, hij heeft niet die school gedaan, maar hij is even goed. Hij doorloopt al die plekken in het hotel, in het restaurant. Dat is ook wel een beetje afhankelijk van het bedrijf. Maar wat je tegen, zeker in deze tijd, zie je toch heel veel dat mensen niet meer helemaal blind gaan op diploma's. Maar toch kijken ook naar hoe zit iemand in elkaar. Heeft hij de wil om iets te leren? En als hij het goed kan leren, ja, waarom? Dan is hij niet slechter als iemand die bijvoorbeeld 24 diploma's heeft. Nee. Nee, als dus, je liefde dat, voor dat vak ja, hebt of heel aardig ja. bent of wat dan ook. Dat is je sociale vaardigheden en je communicatieve vaardigheden zijn in de horeca natuurlijk superbelangrijk. Maar kunnen wij het nou bijvoorbeeld, ik weet bijvoorbeeld iemand de hoogste, die dat, een mof, een meilleur ouvrier de France, die heeft dus dat rood-wit-blauwe ja. Die bandjes. Ja. Er zijn er maar een paar in Nederland. Klopt. Maar kun je nou aan anderen ook zien welke functie ze hebben? Nee, dat is gewoon... Nou, sommeliers willen nog wel eens. Ik heb ook zo'n, als je bepaalde dingen gedaan hebt, of je bent finoloog, dan krijg je zo'n blaadje. Meestal een druivenblaadje, of druiventrosje. En die kan je gaan dragen. Nou ja, de een draagt hem wel, de ander niet. Ik ben wel eens in een drie-sterrenzaak in Frankrijk op uitnodiging geweest. En die sommelier die was 2 keer sommelier van Europa geweest. Dus ja, die man had een gigantische kennis natuurlijk. Nou ja, dat leek wel een oorlogsveteraan. Die had zoveel medailles op dat... Die zat hier helemaal vol met allemaal dingen. En die man die vond het ook helemaal geweldig. Die ging maar ik denk ook eerlijk gezegd dat als je in een restaurant komt met de feestdagen of wat dan ook. Want daar gaan we nou dan van uit. Dat het ook best iets heeft. Ja, natuurlijk als je het maar niet overdrijft. Echt, nou, daar zit ik dan. Hè? Ja. Dat heeft toch wel ja, iets. Nee, ik ben er ook helemaal niet op tegen. Maar je moet niet overdrijven. Ja en ik hoor, vind, je mag best voor mij mag het best. Met de feestdagen mag het best. Ja, maar jij hebt ook in Frankrijk gewoond, hè? Ik, nou gewoon, ja, ik heb er heel lang in, ja, nou ja, dan heb ik het misschien, oh. Ja, het deed me best, ja, ik vind het iets hebben. Nee. Nou ja, je mag ook best laten zien wat je kan, dat is ook wel zo. Nee, maar ik vind het ook als gast, vind ik het ja. heel leuk. Ja, dat draagt beetje... allemaal bij aan de beleving natuurlijk, dat is gewoon zo, ja, dat klopt. Ik wens jou hele fijne dagen, dank voor je komst. Ook. Ja, graag gedaan weer. En nou, graag tot een volgende keer ja, weer. Hè? Absoluut. Zullen we het de volgende keer eens over de keukenrangen hebben? Vind je dat wat? Is ook goed, ja hoor. Moet ik wel een beetje over te dus vertellen. Up-to-date zijn, hè? Ja, ja. Oh, maar dat zou wel goed komen. Blijf jij nog even zitten, ja. Ik sluit af. Doe ik. Dat was het voor deze week. En volgende week ben ik terug met andere gasten en een ander onderwerp. En als u thuis nu denkt, ik heb een activiteit, een hobby of een onderwerp waarover ik graag eens met haar van gedachten wil wisselen, neem dan contact met ons op. Dat kan via huiskamergo@kpnplanet.nl. Deze uitzending ziet u terug via Slogo, maar is ook terug te zien via Ziggo kanaal 36 en KPN kanaal 1371. En natuurlijk ook via mijn eigen Facebookpagina. Graag tot de volgende week.